We zijn in Rotterdam, net achter de Brienenoord. Hier liggen onze prachtige Flinter Arctic, zien we daar. En de Gerarda. En daarachter liggen er nog drie. En hier aan de overkant inmiddels liggen er ook nog drie. Ziet u daar in de verte. En ja, dat is een heel triest gezicht. Daar zijn ze niet voor gemaakt. Ja, Flinter is... ons bedrijf is failliet verklaard. En dat komt omdat... het is allemaal herstel in de economie in veel sectoren, maar nog niet in de scheepvaart. Ik heb er alles in gestoken omdat ik altijd geloofd heb in dit mooie Nederlandse bedrijf dat mijn vader in 1989 met een vriend heeft opgericht. En mijn vader die was op vrijdag, nadat het allemaal gebeurde, de aankondiging dat die bankrekeningen werden bevroren. De week daarop was hij op kantoor nog om te overleggen wat kunnen we nog doen. En we concludeerden samen dat het hopeloos was. En de volgende ochtend belde mijn moeder, kom snel, hij wordt gereanimeerd. En hij is overleden. Ik denk dat zijn hart gebroken is, dat hij niet kon aanzien hoe dit bedrijf kapot is gegaan.